Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie een nieuwe collectie uittesten, namelijk de limited editie Beautiful You van Catrice. Ik heb hem al eventjes in huis en hij ligt inmiddels in de winkel en ik werd helemaal enthousiast toen ik deze collectie zag. Dus in deze video ga ik deze collectie met jullie uittesten en ik ga ook wat meer informatie geven over deze collectie. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik gewoon eventjes zeggen, kijk maar gezellig mee met deze video. Wat belooft Catrice met deze collectie of wat willen ze hier eigenlijk mee zeggen? Ze willen eigenlijk aangeven dat je mooi bent op jouw manier. En deze collectie die draait om schoonheid. Het gaat dus niet alleen om de idealen, maar ook hoe jij je uitdrukt. In al je beauty, vol plezier en fun. Het zijn veelzijdige producten volgens Catrice. En ze zouden alles bieden wat je nodig hebt om je mooi te voelen. Dat is eigenlijk een beetje de conclusie die ik hier uittrek. Het is ook echt wel een beetje een voorjaarscollectie. Dat vind ik een beetje als je de kleuren bekijkt. De prijzen van de producten zal ik trouwens er eventjes bij zetten. Ik heb hier allereerst het oogschaduwpaletten. Die ziet er zo uit. Deze heeft de naam C01 Beautiful Possibilities gekregen. Ziet er dus heel erg mooi uit. En de binnenkant heeft een spiegel en hij ziet er dan zo uit aan de binnenkant. Dit oogschaduwpaletten zou je eraan herinneren dat je absoluut prachtig bent. Er zitten 12 kleuren in die perfect op elkaar afgestemd zijn. En hiermee zou je je eigenlijk perfect kunnen uitdrukken. De tinten die variëren van donker, goud, rosé, rood en bruin. En hierdoor zou een verscheidenheid aan combinaties mogelijk zijn. Er zitten ook finishes in die mat en glanzend zijn. Hij is overigens gemaakt, het palet, van karton. Maar dat zien we tegenwoordig alleen nog maar heel vaak natuurlijk. Ik zal heel eventjes ook een paar swatches doen. Zodat je even een idee hebt van, joh, wat heeft die voor pigmentatie. Die zien er dan zo uit. Dus eigenlijk best wel heel erg mooi als je het mij vraagt. Ik hou gelijk even swatches weg, want ik moet natuurlijk nog meer producten swatchen. Dus ik ben wel heel erg benieuwd wat je hiermee verder allemaal kunt doen. Ik zie wel dat de poeders een beetje poederig zijn, zeg maar, de oogschaduwkleuren. Omdat ik er net in heb gedipt. Wat ik ook wel leuk vind is het Beautiful You wat erin staat. Maar dat staat echt recht onder de spiegel zoals je kan zien. Dat is het oogschaduwpaletten. Dan hebben ze ook twee cream to powder blushjes. En dat zijn deze twee. Twee tinten. Deze hebben de naam C01 Word It gekregen. Dat is deze. Deze is dus een beetje oranjeachtig. En de tweede die heeft de naam C02 Treat Yourself gekregen. En die ziet er dan zo uit. Je ziet al wel dat ik erin heb gedipt, maar dat heb ik gedaan voor de foto's, voor de swatches. Dus, maar ze zijn dus nog niet gebruikt. Laat ik dat voorop stellen. Deze blushes beloven eigenlijk een pure natuurlijke finish. En de crème textuur zou dus in een poeder veranderen wanneer het in contact komt met de huid. En eigenlijk versmelt hij als het ware met je huid. Hij zou makkelijk blenden en heeft een bouwbare dekking. En er zit dus ook een geïntegreerd spiegeltje in, wat altijd wel heel fijn is. Zo zien de swatches eruit van de blushes. De oranje is wel wat overheersender dan de rode, maar het op zich niet heel verkeerd, moet ik zeggen. Dan heb ik drie plumping lipglossjes. Dat zijn deze. Drie kleurtjes. Deze lipgloss die zou een must-have zijn voor een look die je natuurlijke individuele schoonheid tot uitdrukking brengt. Hij zou een gewichtsloze textuur hebben en een intense kleur met een glossy finish. En hij zou glansdeeltjes bevatten die je lippen dus een plumping effect zouden geven. En daardoor zou je lippen dus weer voller lijken. Nou, ik heb hier zelf nooit heel erg veel ervaring in dat dat ook echt gebeurt, maar oké. Deze oranje kleur die zou echt een pure finish hebben.
Oh, ga je scherp stellen? Ja, je doet het. Ze hebben de namen Beautiful Strong gekregen. Dat is dus die oranje kleur. De roze kleur heeft de naam In Love With Myself gekregen. En de rode kleur heeft de naam Never Fully Perfect gekregen. Ik zal ze even swatchen. Ik ben wel heel erg benieuwd. Ze ruiken, dus ik ruik niet dat er iets van menthol of iets in zit. Dus ik vraag me dan af, hoe ga je dat plumping effect creëren? Maar dat gaan we wel zien, of dat hij dat doet. Ik ga er niet van uit, eerlijk gezegd. Daar ben ik heel eerlijk in. Dit zijn de swatches van de lipglossjes. Op zich wel heel leuk. Ik moet wel zeggen, ik ben de laatste tijd wel weer meer lipgloss gaan dragen. Maar ik blijf altijd zo in mijn haar plakken. Dus dat is ook altijd één nadeel. Het laatste product wat ik dan heb, wat ook in de collectie zit, dat is een haarclip. Dat is deze. Ja, deze clip zou je haarstijl doen veranderen in een ware blikvanger. Heeft een kleurrijk design en kan verschillende haarstijlen creëren. Of je nou stijl, golvend of krullend haar hebt. Hij ziet er verder wel heel mooi uit inderdaad met het design. We gaan zien of hij op mijn dikke haar ook gaat werken. Goed, ik ga even een haarbandje indoen en dan gaan we maar gewoon eens even aan de gang met de producten. Oké, de haarband is in. Dus laten we maar gewoon gaan beginnen met de blush. En ik ga de rode blush gebruiken. Dus ik ga gewoon het spiegeltje pakken wat hierin zit. Dus die ga ik maar gewoon eens eventjes een beetje aanbrengen. Doe maar een beetje deppend, want ik weet niet zo goed als ik gelijk een hele streep zet of dat ik dan een hele rode wang krijg. Dat zou toch niet helemaal de bedoeling zijn, hè? Oké, dan ga ik hem een beetje blenden met mijn vinger. Wat dus absoluut niet mijn favoriet is, maar oké. Dat moet maar even. Ik zie wel dat hij gelijk best wel intens is, moet ik zeggen. Dus dat ziet er op zich wel heel mooi uit. Maar ik zou ook nu niet meer aanbrengen, want ik vind het eigenlijk wel natuurlijk. Ik denk als ik nu nog een laag doe, dat hij gelijk heel onnatuurlijk oogt. Of dat ik echt hele rode wangen krijg. De andere kant. Ik vind twee laagjes eigenlijk wel prima. Dus ik heb nu al het idee dat hij veel intenser is dan aan de andere kant. Ik vind hem op zich er wel heel leuk uitzien. Ik heb het idee wel dat deze kant donkerder is. Maar op zich ziet het er wel heel leuk uit. Ik merk nog niet gelijk dat hij met de huid versmelt. Maar misschien heeft dat even tijd nodig hoor. Misschien ben ik daarvoor gelijk dat ik denk oké, het moet gelijk allemaal. Maar dat kan je natuurlijk niet verwachten. Maar voor de eerste indruk vind ik het eigenlijk best wel leuk zo. Dus ja, op zich ben ik voor nu wel enthousiast. Ik weet natuurlijk niet wat hij de rest van de dag gaat doen als je hem een pootje draagt. Maar ja, dat kunnen we in deze video toch niet testen. Maar voor nu vind ik hem wel leuk. Dan gaan we door naar de ooglook. Ik ben wel heel benieuwd. Ik ga even kijken wat ik wil gaan doen. Zo, ik moet even een beetje blazen hoor. Want ik heb nou wel heel veel. Zo, even een beetje poeder weggehaald. Want dan is de palette ook weer netjes. Ja, ik denk dat ik als basiskleurtje in de arcadeboog voor deze ga. Om die een beetje licht op te bouwen. Ik heb mijn kwastjes erbij. Dus die ga ik gewoon een beetje aanbrengen. Ik ga het spiegeltje uit het palet gebruiken. Dat lijkt me wel het handigst. Die is eigenlijk al gelijk heel mooi. Het is een beetje een gouden tint lijkt het. Ik vind hem eigenlijk wel heel erg mooi, moet ik zeggen. Deze heeft ook niet zo heel veel nodig, zie ik al meteen. Zo, die zit er al gelijk mooi op. Dan wil ik eigenlijk daar overheen gaan met dit bruine kleurtje voor wat meer diepte.
Dus ik hoop dat dat lukt. Of hij moet ineens heel intens gaan zijn. Die kant is natuurlijk ook nog aanwezig. Dat gaan we wel zien. Ik ga niet een heel breed kwastje pakken. Ik ga gewoon echt een klein beetje zo over de lijn heen. Zodat hij iets meer diepte krijgt. Ik ben wel benieuwd. Ja, dat ziet er al best wel mooi uit, vind ik zelf. Ik vind het wel heel fijn hoor, dat spiegeltje in deze, in dit paletten. Ik ben eigenlijk benieuwd of jullie de producten ook al hebben gespot of dat je het nog helemaal niet gezien hebt. Dat je denkt van nou, het zou sowieso niet echt een collectie zijn die ik zou willen aanschaffen. Ik werd er gelijk wel heel enthousiast over. Zo, dan ga ik dit even met elkaar blenden. Het ziet er mooi uit. Het is niet al te donker. Dus ik ga dat gewoon even met elkaar blenden. En natuurlijk, ik heb weer een wat grovere blendingskwast. Want al mijn kwasten die zijn weer vies. Die moeten weer gewassen worden. Het blendt op zich wel makkelijk met elkaar in. Sorry trouwens als je last hebt van het achtergrondgeluid. Ze zijn hier bezig met de straat. En het lijkt wel alsof er altijd wat aan de hand is met geluid als ik een video wil opnemen. Maar ja, moet toch gebeuren. Oké, de andere kant ook. Dit ging best wel makkelijk, moet ik zeggen. Ziet hij er best wel natuurlijk uit, zoals je kan zien. Dat vind ik wel heel mooi. En dan lijkt het me heel erg leuk om met dit paarse kleurtje die hier zit, in de buitenste ooghoeken te gaan. Maar ik weet niet of die donker genoeg is. Maar dat gaan we dus meemaken. Misschien maak ik wel een hele verkeerde keuze. Maar ja, dan weten we dat ook meteen. Jawel, je ziet hem wel. Hij heeft gewoon wat meer opbouw nodig. Ik had natuurlijk ook voor een hele donkerbruine kleur kunnen gaan. Maar ja, ik vind het dan toch leuk om ook wat meer kleurtjes te doen. Maar je ziet hem wel. Je moet alleen gewoon even iets meer aanbrengen. Maar dat is op zich niet heel erg. Oh, hij is wel heel leuk. Eerst een keer een wat lichtere ooglook. Ik ga er ook nog een andere ooglook mee maken, maar daar ga ik dan ook een blogpost over schrijven. Dus die zou je daar nog kunnen terugzien. Nou, ja, best leuk. Niet heel intens, maar gewoon mooi eigenlijk. Hij heeft best toch wel veel pigmentatie, maar het is niet dat je denkt van wauw, wat heb jij nou opgesmeerd, zeg maar. Wat dat betreft is het wel een leuke combinatie, vind ik zelf. Ziet er leuk uit. Ik ga dit uiteraard weer eventjes blenden, maar ik doe het even heel zachtjes. Want ik wil natuurlijk niet dat die hele kleur wegblendt. Dus ik doe het eigenlijk een beetje met rondjes. Hij heeft niet heel veel nodig, want ik vind hem eigenlijk zo heel mooi. Dus net even de harde lijnen eruit. Ja, het ziet er leuk uit. Op het bewegende ooglid wil ik dan met dit kleurtje gaan, met deze. Ik hoop dat hij een beetje pigmentatie heeft. Misschien is hij wel veel te licht, maar dan weten we dat ook weer meteen. Oh nee, het ziet er leuk uit. Kijk, heel licht, maar wel heel mooi bij deze look, vind ik. Oh, ja, ik vind hem heel leuk zo. Wauw. Ja, heel leuk. Dan ga ik met dit kleurtje, die eerste, ga ik eventjes langs de wenkbrauwen en eventjes aan de binnenkant van mijn ooghoek. Gewoon om het een klein beetje op te lichten. Om het iets strakker te trekken. Maar ik vind hem wel heel leuk.
En dan ziet hij er zo uit. Ik ga hem uiteraard eventjes afmaken met mascara, eyeliner en een oogpotlood. En dan zal ik even laten zien hoe dat eruit ziet. Maar voor nu vind ik het al heel erg mooi, moet ik zelf zeggen. En dan ziet de look er zo uit als hij helemaal afgemaakt is. Ik vind het zelf heel mooi geworden. Ik ben er heel erg blij mee, dus ik vind hem wel heel erg goed geslaagd, moet ik zeggen. Nou, dan gaan we even door met de lippen. En ik heb besloten om voor de rode kleur te gaan. Dus die ga ik eventjes aanbrengen. Ik ben benieuwd. Ik pak gewoon even het spiegeltje van het blusje. Ik ben benieuwd of die ook echt een beetje gepigmenteerd is op de lippen. Mooi. Ik vind hem wel vrij licht, maar ik vind hem, het is niet zo heel intens, maar ik vind hem wel heel leuk eruit zien, moet ik zeggen. Ik zal ook even het haarklipje indoen en dan kom ik even bij jullie terug. En dan kan ik natuurlijk even vertellen wat ik nou van de collectie vind. Zo ziet het eruit als de haarklip erin zit. Ik moet zeggen, ik vind hem zelf wel heel leuk. Hij voelt ook heel stevig aan. En inderdaad, ik heb dik haar, dus het gaat eigenlijk heel goed. Dus ik vind het eigenlijk wel heel leuk. Hij zit ook wel lekker, dus ik denk dat het een heel kleurrijk effect geeft in je haar zo. Oké, de eindconclusie van deze collectie. De blushjes die vind ik echt heel mooi. Je hebt inderdaad niet heel veel nodig. Je ziet ze heel mooi terugkomen. Dat vind ik echt perfect. Daar ben ik echt heel enthousiast over. Het oogschaduwpaletten vind ik ook heel mooi. Hij blendt mooi in. Leuk dat er verschillende kleuren in zitten. Maar ook gewoon de finishes van mat en glanzend vind ik super leuk. Dus daar ben ik ook echt wel heel erg enthousiast over. Ik vind de ooglook die ik hiermee gemaakt heb al super mooi. De lipgloss. Ja, die beviel eigenlijk heel erg goed. Ik denk wel dat deze het lichtst gaat zijn, die roze. Dat je die veel minder goed gaat zien als de andere kleuren. Maar ik vind het wel heel leuke klosjes. Voel ik ook dat mijn lippen plumping worden? Nee, ze blijven gewoon een normale formaat. Maar ik had ook eigenlijk niet anders verwacht, want meestal is dat heel leuk bedacht zo'n plumping effect, maar omdat ik ook al merk dat er geen menthol in zit, denk ik niet dat je dat ermee gaat krijgen. Dus mocht je echt denken, ik zou ze voor plumping effect willen hebben, nee, dat zie ik er helaas niet in terug. En de haarklip vind ik gewoon heel leuk, zit heel lekker. Dus dat is top. Ik ben in ieder geval wel weer enthousiast over deze collectie. Ik ben heel erg benieuwd of jij deze collectie al hebt gespot. Of dat je er misschien al wat van hebt gekocht. En of jij er ook enthousiast over bent. Misschien dat je naar aanleiding van deze video denkt. Ik zou graag deze collectie willen hebben. Laat het zeker even weten in de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je de melding zodra er een nieuwe video online staat. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!